Het CDA heeft schriftelijk vragen gesteld over achtergebleven bouwafval bij de Kattenbroekenplas aan het college van burgemeester en wethouders. Volgens raadslid Henny Ekelschot hebben omwonende gemeenten al meerdere keren gewaarschuwd over het bouwafval en dat het een levensgevaarlijke situatie oplevert. Zo zouden zwemmers verstrikt kunnen raken in kabels. Aankomende donderdag zal de wethouder de vraag in de gemeenteraad beantwoorden. Dit is Woerden.tv. Met Woerden.tv heb je altijd als eerste het nieuws uit Woerden. Mis niets. Kijk Woerden.tv.